Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag heb ik twee Halloween DIY's voor jullie. De eerste zag je net al even in beeld. Ik ga deze lollies die hier liggen, deze kleintjes, versieren met washi tape. Ik heb daarvoor wat tissues, een oranje servet, een zwarte stift, mijn schaar en dan nog een paar hartje stickers. Die kun je erop plakken of op de schaal waarin je het legt met bijvoorbeeld Happy Halloween erop. Maar het belangrijkste is natuurlijk het versieren van de lollies. En daarvoor begin ik met deze hier. Ik neem één tissue. En dit wordt een spookje. Ik wikkel de zakdoek gewoon om de lolly heen. En dan komt er een stukje tape. Je kunt daarvoor ook gewoon plakband nemen. Maar ik vind washi tape toch altijd net iets leuker. Ik vind deze wel een beetje aan de brede kant, dus ik knip hem in tweeën. Zo, dit smalle stukje komt dan om het stokje van de lolly heen gewikkeld. Dat wordt de hals van ons spookje. En dan ziet het er al bijna echt uit als een spook. Alleen die onderkant die is een beetje overdreven lang nu. Dus daar zetten we de schaar in. Daar wordt een stuk van afgehaald. En hij heeft nog wel een gezichtje nodig. Nou, je kan natuurlijk een vrolijk spook maken, een boos spook. Ik zet zijn mond open alsof hij boe roept. En mensen probeert te laten schrikken. Dan heb ik nog deze hartjes. En daar schrijf ik Happy Halloween op. Past net. En dat plak ik zo op de voorkant van het spookje. Van deze lolly maak ik een pompoen. Daarvoor heb ik de oranje servet liggen. Ik knip hier eerst een stukje vanaf. En in het midden maak ik een klein gaatje. Daar komt het lollystokje doorheen. Wat over is, gaat zo naar boven. En daar komt ook weer een stukje washi tape omheen. Dat is het steeltje van de pompoen. Alles wat te veel is, kan er van af. Met groene washi tape lukt het natuurlijk nog beter om zo'n steeltje te maken. Nou moet de pompoen alleen nog een gezicht hebben. Zo zijn er al twee lollies klaar. Voor de derde ga ik nog wat anders doen. Dit wordt een schedel. En daarvoor heb ik een stukje van een tissue. Ook daar zit weer een gaatje in, zodat het lollystokje er doorheen kan. Ik vouw de tissue naar boven. En dan hou ik nog best wel wat over, dus dat knip ik weer af. Probeer het een beetje op de bovenkant zo allemaal samen te vouwen, zonder dat het te veel opvalt. Nog een beetje tape. Ja, ik had dit nog over, dus dat komt gelijk wel makkelijk uit. Dat komt zo rondom, dan blijft alles op zijn plek zitten. Lijkt het net alsof onze schedel een haarband heeft. En nog een gezichtje erop natuurlijk. En nu heb ik al een hele set spoken, pompoenen en een schedel erbij. Ik vind het er heel schattig uitzien en bovendien heeft het als voordeel dat als je dit uitdeelt, mensen niet precies weten wat ze nou precies krijgen, dus het is toch een soort van verrassing. Misschien heb je zelf nog een idee van hoe je zoiets kunt maken, laat me dat dan weten in de reacties beneden. Een duimpje omhoog als je dit idee leuk vond.
Ik ga een drankje maken voor Halloween in deze schedelbeker. En daar zit dit herbruikbare rietje in met een skelet eraan. Die kan je gewoon schoonmaken en opnieuw gebruiken, dus niet weggooien. Dan heb ik hier citroensorbet en groene siroop. En daarbij heb je nog iets nodig van drinken. Liefst zonder kleur. Ik heb groene ijsthee. Dat kan dan nog weer net omdat alles toch al groen wordt. Maar je kan ook Sprite of water gebruiken. En als laatste heb ik hier wat verschillende soorten bosvruchten. En die komen straks nog bovenop. Ik begin met de sorbet. Even het rietje opzij, want dat is niet handig als dat erin zit. Je moet alles gewoon zo in één keer erin kunnen gooien. Zo, ik heb een aantal bolletjes, nou ja, een aantal lepels ijs hierin gedaan. Echt bolletjes kan ik het niet noemen. Nu zit de siroop erbij. En dat zakt naar beneden. Dus ongeveer 2 vingers aan siroop, denk ik. En dan vul ik het aan met de groene thee. De siroop blijft onderin, omdat het zwaarder is dan de ijsthee. En hier zo begint het dan een beetje in elkaar over te lopen, omdat het ijs ook smelt. Dan komt er nog wat ijs bij. En bovenop doe ik dan de bessen. Zo, ik druk ze een beetje in. En aan de bovenkant verkleurt het ijs dan een beetje rood, doordat de bosvruchten ontdooien en dan geven ze een beetje van hun kleur af. En als ik het rietje erbij doe, is dit drankje dan al klaar. Ik hoop dat je deze DIY's leuk vond. Als dat zo is, laat me dat weten door de video een duim omhoog te geven of een reactie achter te laten. En dan zie ik je hopelijk in de volgende video weer. Tot dan, dag!